De zorg is een zwaar beroep. En het beroep in de zorg, de werkzaamheden in de zorg, zullen, als je tenminste niet ingrijpend verandert en ingrijpt in het businessmodel en in de organisatieinrichting, alleen nog maar zwaarder worden. Wat je hier achter me ziet is een filmpje van RoboNurse. Ik hoop niet dat je de indruk hebt dat er een echte Japanse verpleegster zit. Maar in ieder geval, de film is alweer 2 jaar oud. Laat het mooi zien hoe je al een androïde kan maken. Het is zelfs niet eens meer een robot die heel veel weggeeft van de mens. En die een rol kan spelen in een verpleeghuis en een verzorgingshuis. In Japan is al men al zover dat een dergelijke verpleegkundige zich kan richten op de oudere bejaarden. Noem het de dementerende bejaarden. In Nederland kennen we al het hondje, het zeehondje, wat ook uit Japan komt. En nu gaan ze weer een stap verder. En deze androïde is goed in staat om met jou een zinvol gesprek te geven. Of je het er mee eens bent of niet mee eens bent. In ieder geval deze robo-nurse verlicht het werk van degenen die echt in de zorg werken. Die echt het zwaardere werk doen. Panasonic is alweer vele malen verder. Vele stappen verder. Ze zijn bezig met de ontwikkeling van hulpmiddelen in de zorg. Die er niet als een androïde uitzien. Maar die wel in staat zijn om ouderen uit bad te halen. In bad te leggen. Ze kunnen het water meten. De kans dat een patiënt in te heet water komt wordt aanmerkelijk minder. Hoe kom ik erop? Gisteren werd het zwartboek zorg gepresenteerd door de Abfacabo. En meteen daarop was er een reactie van de werkgeversorganisaties, Axis. Die nee, dat is niets van waar. Dat is niet handig. Binnen leiderschap bekeken is het in ieder geval niet handig om meteen in de reflectie te schieten. Want er zijn signalen dat het in de zorg niet goed gaat. Ongetwijfeld zijn er organisaties, zorginstellingen, werkgevers waar het perfect gaat. Waar klanten en medewerkers echt stiktevreden zijn. Maar je mag je ogen nimmer sluiten voor misstanden. Hoe klein en hoe uniek die misstand ook is. Wat je het beste kan doen is een mea culpa uitspreken en er actie op ondernemen. Alleen hoe nu verder? Wat gaan we doen met de zorg in Nederland? Welke acties gaan we ondernemen? Want dat de druk op de zorg steeds meer toe zal nemen door de vergrijzing, dat is bekend, algemeen bekend. Dat de zorg niet de best betalende werkgever is, is nog tot daar en toe. Maar er ontstaat ook iets als waardering en erkenning aan de medewerkers. Erkend worden, gewaardeerd worden. Hulpmiddelen in de zorg, daar ontkom je niet meer aan. En let wel, die betrokken zorgmedewerkers zullen nog altijd aandacht besteden aan de klanten, zullen nog altijd aandacht besteden aan jouw moeder, jouw grootmoeder. Die robots zijn er alleen maar ter ondersteuning. En zeg je zelf, ja, maar ik wil straks niet in een zorginstelling zitten vol met robots. Weet, in de niche van de markt, zoals in alle marktdelen en in alle niches, zal er altijd ruimte zijn voor persoonlijke zorginstellingen. Alleen de vraag is, wie van ons kan dat dan nog betalen? Opnieuw mooie uitdagingen en deze keer weer in de zorg. Ik wens je nog een hele fijne dag.